Door te kruisen en te veredelen ben je toch bezig om de producten naar je eigen hand te zetten, iets nieuws te creëren. En in die zin ben je de natuur ook wel een beetje aan het manipuleren. Wel zonder kunstgrepen en alleen op de natuurlijke wijze, maar toch maak je er iets anders van dan dat het was. Zo. Vorig jaar hebben we in het vroege voorjaar aandacht besteed aan sneeuwklokjes. En dit jaar gaan we aandacht besteden aan een andere typische voorjaarsbloeier, de helleborus. Nou, wat is nou precies een helleborus? Helleborus zijn verwant aan boterbloemen en ze hebben een hele lange geschiedenis, want ze hebben ook een medicinale werking. Zeg maar gewoon dat hele giftige planten zijn, maar vroeger werden ze gebruikt als medicijn. En er zijn heel veel verschillende soorten helleborus en in dit kastje in de hortus staan een paar hele bijzondere soorten. Ik zal er even een paar pakken. Dit is bijvoorbeeld Helleborus lividus. En dit is een soort die alleen maar voorkomt op het eiland Mallorca en die vooral bekend staat vanwege zijn mooie blad. Nou is de soort zelf niet super winterhard, maar als je er kruisingen mee maakt, dan erft dat hele mooie blad door. En dit is iets wat op het moment heel erg populair is. En een andere hele aparte, dat is deze. En dit is een soort die je helemaal zelden ziet. Dit is Helleborus tibetanus. En waarom is deze soort nou zo bijzonder? Nou, helleborussen komen eigenlijk vooral voor in Europa en zeg maar het gebied ten noorden van de Middellandse Zee. Een beetje in Oost-Europa, maar dat is het dan ook wel. Deze soort die leeft in de Himalaya, helemaal in China. En dat is heel erg vreemd, want er zitten echt duizenden kilometers tussen deze soort en alle andere helleborussen. Het is een soort met prachtige roze bloemen, alleen een soort die je niet veel in tuinen ziet. Een soort die echt wel heel erg populair is in tuinen is de Helleborus orientalis. En die kom je tegenwoordig in allerlei kleuren kom je die tegen. En dan mag je je natuurlijk afvragen, net als met sneeuwklokjes, is dat nou zo omdat die plant nou zo ontzettend mooi is of omdat die zo heel erg vroeg bloeit? Nou, in ieder geval, ik vind ze erg mooi. En vooral bij orientalis is er heel veel gedaan om verschillende soorten variëteiten te ontwikkelen. En een plek om dit heel mooi te zien is een kwekerij waar we nu op bezoek gaan. En een goede plek om de Nederlandse helleboruskwekerij te bekijken is kwekerij Nachtvlinder. En we hebben een afspraak met de eigenares Ellen. En dat is een helleborusveredelaarster. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn ongeveer 25 jaar geleden begonnen met helleborus, omdat we op zoek waren naar een gewas wat bloeide in de winter. We deden toen en nu nog steeds productie van asters, herfstasters of snijbloem. En dat liep ongeveer van mei tot en met oktober. En de hele winter hadden we hier niks te doen. Dus mijn vader was toen op zoek naar iets wat in de winter bloeide, om ook in de winter wat meer werk te hebben. En toen was de helleborus nog relatief onbekend. En hij kwam op de helleborus uit en is toen overal bij verzamelaars planten gaan kopen. En daar zijn we mee begonnen met selectie en kruisen. Nu is er iets heel bijzonders met helleborus. Want een helleborus is niet een bloem zoals iedere andere. Bloemen hebben meestal verschillende lagen met bloemblaadjes, de zogenaamde kelkbladeren en kroonbladeren. En de kelkbladeren, denk bijvoorbeeld aan een roos, dat zijn meestal harde, groene bloemblaadjes die meer voor de ondersteuning dienen en niet echter voor zijn gemaakt om insecten te lokken. De kroonbladeren daarentegen heten niet voor niets kroonbladeren, dat zijn de mooie, bontgekleurde bloemblaadjes die wij meestal associëren met een mooie bloem. Nou, een helleborus is heel anders. Als je die van dichtbij bekijkt, dan zie je dat de buitenste bloemblaadjes, de kelkbladeren, dat zijn eigenlijk de allergrootste bloemblaadjes geworden. Dus die geven kleur aan de bloem. Maar waar zijn dan de kroonbladeren gebleven? Nou, dat is heel apart. Die zijn heel klein geworden. In dit geval zijn ze groen. En het zijn een soort schelpachtige structuren. Nou, dat is niet voor niets. In die structuren wordt nectar gevormd. En eigenlijk vormt dat kroonblaadje eigenlijk een soort orgaantje om nectar te produceren en vast te houden. En dat vinden dus hommels in het voorjaar vinden dat heel aantrekkelijk. En er is dus veel te eten in zo'n bloem. Nou, dan krijg je vervolgens de meeldraden en de stampers, zoals elke bloem dat eigenlijk heeft. Maar wat je hier dus ziet, is dus eigenlijk helemaal niet een gewone bloem. En als we dan een andere plant nemen,
Dit is bijvoorbeeld een winterakoniet. Daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dus ook hier zie je weer de kelkbladeren zijn heel groot geworden. En de kroonbladeren, dat zijn een soort kleine schelpjes. En dat is ook geen verrassing, want deze twee planten zijn nauw verwant aan elkaar. Ze zijn allebei verwant aan de boterbloem. Ze komen uit de ranonkelfamilie. Maar deze twee planten zijn nauwer aan elkaar verwant dan de andere soorten. Nou, gebeurt er iets heel bijzonders. Want als die kleine kroonblaadjes, die bij een gewone helleborus dus heel klein zijn, zich toch ontwikkelen tot echte bloemblaadjes, dan krijg je dus dit. Dan krijg je een dubbele helleborus. En het is iets heel bijzonders en iets heel moois. En dit is exact waar deze kwekerij in is gespecialiseerd. Ik zag op een gegeven moment dat er heel veel mooie dubbelen in zaten. En die vond ik eigenlijk zelf mooier dan de enkele. Daar zagen we gewoon heel veel mogelijkheden in om daar wat moois van te maken. En van enkelbloemige zijn best wel wat soorten op de markt. Daar kan je zeilingen en planten van kopen. En de dubbelbloemige waren toen nog heel exclusief. Dat was in de tijd dat de Hesselhof in Ede open dagen had. Dat daar zomaar 10.000, 20.000 mensen op afkwamen. En die vroegen toen nog 35 gulden voor één plantje. En toen dacht ik van ja, maar dat, mijne zijn mooier en dat kan ik beter. De schoonheid zit vooral in de bloem, in de tekeningen, in al die kleuren en alle mogelijkheden en variatie die zo'n plant heeft. Want iedere plant is net een beetje anders, ieder bloemetje is anders, de vorm, of die omhoog of naar beneden staat, de bloemgrootte. Er zit zoveel verschil in en hoe langer je naar kijkt, hoe meer verschillen je ziet en hoe meer variatie er eigenlijk uitkomt als je goed kijkt. Hoe oud zijn deze planten als dit je deze ziet? Dit zijn allemaal zeilingen. Dit is een jaar oud. Dit is vorig jaar april opgepot. En alles wat niet met een jaar bloeit mag niet blijven van mij. Dat is al stap 1? Dat is stap 1. Het moet met een jaar bloeien en het liefst met meerdere bloemtakken. Tenzij het bloemetje heel bijzonder is, maar eigenlijk wil ik 2, 3, 4 bloemtakken in een jaar. En anders is die plant voor mij niet goed genoeg. Dat is verbazing, want helleborus zijn eigenlijk bekend als best wel een beetje traag groeiende planten. Maar jij krijgt het dan toch voor elkaar om een helleborus ontwikkeling die met één jaar met meerdere takken bloeit. Dat is wel interessant. Dat is een kwestie van 25 jaar lang heel veel weggooien. Ja. Toen wij begonnen duurde het 2 à 3 jaar voordat de eerste plant bloeide. Ja. Dat is heel leuk als ze in je tuin staan, maar een commerciële kweker kan zo lang niet wachten. Nee. Dus zijn we uit gaan zoeken naar planten die sneller bloeiden. En door daar consequent jaar na jaar op te selecteren, hebben we nu eigenlijk 95% bloeit met een jaar. Als ik hem zo moet lostrekken, is dat dan een goed teken, want heeft hij mooie wortels. Alles wat hier bovenop zit, zijn degene die ik mooi vindt, die hier mogen blijven. Ik kijk naar hoe het blad is, maar dit is een donkerbloemige, enkelbloemige lijn. Dus wat vooral belangrijk is, is de kleur. Hij moet echt heel mooi paars zijn. Nou, ik vind deze te slap en te geel, dus die mag zeker niet blijven. Ik weet eigenlijk al niet of ik hem kan verkopen, want hij is een beetje zwabberig. Dus die zet ik gewoon terug. Deze is rood van kleur, dus die hoort hier zeker niet bij. Die hoort hier bij de rode. En zo ben ik de halve dag, de halve week eigenlijk plantjes aan het uitzoeken. Nou, kijk, die heeft 3 bloemtakken. Het blad is wel niet zo super, maar deze bijvoorbeeld, dat vind ik een hele mooie plant. Oh ja. Het blad is niet helemaal geweldig, maar hij heeft 3 mooie bloemtakken. Hij is niet te lang. Nee, zo'n mooie poppel. Maar jij vindt hem mooi en dan het idee is dat je hem bewaart? Of dat ja, je hem, okay. Kijk, hier geef ik een rood bandje. Dat betekent dat hij bij mijn allermooiste planten gaat. Ja. Hier ga ik zelf zeilingen van maken en die pot ik hier volgend jaar weer op. Zodat ik de allermooiste, allerbeste planten hou ik voor mezelf. Ja, en uiteindelijk dus over de tijd heen worden jouw planten dus mooier en mooier en mooier en mooier. Klopt, dat is het doel. Uit één zo'n bed, daar staan ongeveer 1400 planten. Ik denk dat ik er 200 overhoud hier als moederplanten. Wauw, dat is niet veel. Tenminste, ja. Maar als je dat ieder jaar doet, dan heb je wel ieder jaar 200. Ga je dan uiteindelijk bij je moederplanten die je hebt ook weer nog een keer kritischer doorheen? Ja.
Ik probeer ieder jaar ongeveer 10.000 moederplanten op te potten. Ja. Ik heb daar in de andere kast staan er totaal 20.000. Ja. Ik probeer ze ieder jaar te vervangen. Ieder jaar ga ik er ook weer doorheen om te kijken of de groei goed is, of de kleur klopt. Of het blad, de bladkwaliteit goed genoeg is. Alles wat mij niet aanstaat, gaat eruit. Weg, ja. En ik probeer ieder jaar weer nieuwe erbij te potten. Om steeds weer verder te komen in de selectie en steeds betere planten te krijgen. Ik kom er best een hoop bij kijken, voordat je echt een hele mooie hebt. Dat zijn er inderdaad niet heel veel. Ze zeggen altijd dat veredelen is de kunst van het weggooien. Dus ja. Je moet hier ook niet te moeilijk doen, te kritisch kijken. Die mooie planten die vallen toch wel op. Ja, hij is of mooi of niet. Ja, ja, precies. De allerbeste springen er altijd uit. Ja, en dan leg je de lat gewoon de lat hoger. Er zijn nog zoveel dingen waar ik naar kan kijken. Compacte bloem, grote bloem, rechtopstaande bloem. En iedere keer word ik een stukje kritischer. Het is juist het moeilijkste om niet te kritisch te zijn, want dan zou ik niks overhouden. Ja. Alles wat ik niet voor mijn veredeling gebruik, dat is inderdaad voor de verkoop. Ja. Dat gaat echt groothandel. Ik verkoop hier niet aan particulieren. Nee. Ja, dus als mensen ook, stel je voor ze willen 5 hellebores hebben voor hun tuin, dan moeten ze dus eigenlijk niet bij jou zijn eigenlijk. Dan moeten ze niet bij mij zijn. Nee. Ik werk samen met Christy Lanes van Kwekerij Morning Glory. Ik heb gewoon geen tijd meer voor werken als alle particulieren hier plantjes zouden kopen. Ja. Want 60.000 planten zijn nog niet zo gauw verkocht. Ja, dit is inderdaad wel echt geel. Ja, dus de plant wordt inderdaad ook geel, maar de bloemen zijn ook, ja. Dit zijn allemaal nakomelingen van een aantal planten die ik gedeeltelijk bij Ashwood, gedeeltelijk in Frankrijk gekocht heb. Die heb ik weer gekruist met mijn planten om de groeikracht erin te krijgen. Om zodoende die kleur te hebben, maar met wel meer groei. Want een echte gele groeit over het algemeen heel slecht. Ja. En ik wil in ieder geval iets met wat meer groeikracht, wat niet na een jaar doodgaat. Wat je toch wel heel vaak van een echte gele hoort. Waar eigenlijk? Dus als mensen zetten ze in de tuin, dan gaan ze gewoon na een jaar zijn ze weg? Vaak wel, ja. Oh, ja. Joh. Ik denk dat heel veel consumenten de hellebores wel kennen en weten wat het is. Hoewel het nog steeds een beetje een liefhebbersplant is. Wat grote kracht. En de grote zwakte van de plant is eigenlijk juist dat die bloeit nu in januari, februari. En dat is een tijd waarin mensen niet zoveel naar het tuincentrum gaan, zeker als het slecht weer is. Dus dat maakt het ook wel lastig om planten te verkopen nu, en dan heb ik het over bloeiende planten. Want mensen gaan nog niet naar het tuincentrum, zijn nog niet in de tuin bezig. Dus het is zeker als het wat vriezend en wat minder weer is, is het best lastig om je planten te verkopen. Ik luister altijd heel goed naar wat mensen willen en waarom ze dat willen. Maar je moet mensen ook opvoeden en sommige dingen kunnen gewoon niet. Dus ik probeer dingen te maken waarvan ik denk, hier in de kast, wauw, wat is het mooi. Want ik weet zeker dat een consument dat dan ook mooi vindt. Ja. En soms weten ze gewoon helemaal niet wat er allemaal kan. Nee, ze weten en, ook niet wat kan. Inderdaad. Wat er allemaal mogelijk is. Ja. En daar leid ik me niet alleen leiden door mensen die bijvoorbeeld op het moment roepen van ja, ik wil gele, want iedereen wil gele. Ja. Maar er is zoveel meer en er zijn echt heel veel mooie kleuren. Dus ik probeer wel te luisteren en de rekening mee te houden, maar ik trek toch uiteindelijk mijn eigen lijn, mijn eigen plan. Ja. Wat is jouw streefhelleboris? Dat je echt denkt, nou, als ik dat zou kunnen maken over 10 jaar, dan ben ik echt helemaal gelukkig. Ik denk dat ik altijd wat de wensen overhoud, maar vooral echt een mooie compacte plant. Mooie grote bloemen, gezond blad. Die naar boven staan. Niet te ver naar boven staan, maar net zo naar boven staat dat het water er niet in kan vallen. Ja, precies. Ja. Maar de bloem wel goed te zien is. Dus echt gewoon een mooi plantje wat iedereen zo zou meenemen in een tuincentra. Maar er is altijd meer te wensen, want dan zal ik zien dat er nog meer is wat ik eruit kan halen, ja. En worden mijn eisen gewoon strenger. Dus ik denk niet dat ik ooit klaar ben. Kan altijd beter. Wat ik maak, zie hier, zijn allemaal zaailingen. En ik wilde me onderscheiden. Ik wilde laten zien wat bij mij vandaan kwam. Normaal zou je dat doen met kwekersrecht, maar dat kan alleen maar met planten die genetisch hetzelfde zijn. En dat is een zaailing dus nooit, per definitie, want het is een variatie tussen de ouderplanten en er zit gewoon te veel verschil in. Dus dat kan je niet beschermen. Dus de enige mogelijkheid die ik had was een merk te maken en het dusdanig te laten zien dat het hier vandaan kwam en dat ik het gemaakt heb. En vandaar dat het
dat ik het naar mezelf genoemd heb. Ik ben ook degene die het verkoopt en die alle handel spreekt en alle klanten. Het zij groothandels en thuis, etc. Het zij mijn collega kwekers die mijn planten kopen. Dus iedereen die spreekt mij. En als vrouw zijnde ben ik toch wat, net wat opvallender in dit vak dan een gemiddelde man. Dus heb ik in dit geval een streepje voor. En dacht ik van nou, dat blijft wel lekker hangen als ze mij een keer gesproken hebben. En dan vergeten ze nooit meer dat die Helleborus Ellen heette. Kijk, het grootste gedeelte van mijn assortiment bestaat uit de Double Ellen, de dubbelbloemige. De dubbelbloemige hebben meerdere rijtjes bloemblaadjes. En ook als die uitgebloeid is, blijven die bloemblaadjes aan de bloem. En dit is dus een enkele? Dat is een enkelbloemige, die heeft één rijtje bloemblaadjes. En bij de dubbelbloemige zijn deze nectariën, die groene dingetjes, langs de meeldraden. Dat is eigenlijk de officiële bloem. Dit zijn de schutbladeren. Die zijn bloemblaadjes geworden en dat maakt het een dubbele bloem. Dat betekent dat de dubbelbloemigen wel stuifmeel hebben, anders dan bij veel andere dubbelbloemige bloemen, waar de meeldraden bloemblaadjes geworden zijn en die hebben dan geen stuifmeel. Ja, dus voor de bijen zijn deze, in tegenstelling tot bijvoorbeeld veel dubbele roos bijvoorbeeld, is dit nog steeds voor een bij een nuttige bloem dus? Klopt. Nou zie je vroeg in het voorjaar, dit bloeit vaak meer hommels dan bijen, maar de hommels zijn er inderdaad gek op. Maar dit is eigenlijk dus een mutatie van die waarschijnlijk. Klopt. Hè? Maar ze zouden dus wel hetzelfde, dezelfde roots hebben ze dus oorspronkelijk. Ja, en vaak zie je bij mutaties bij planten dat ze weer teruglopen. Maar dat heb je bij dubbelbloemige helleborussen totaal niet. Nee, zolang ik dubbel met dubbel kruis, blijft het altijd 100% dubbel. Oh, kijk eens. Dus dit zijn jouw moederplanten allemaal? Dit is mijn kast met moederplanten. Ja, die heb ik allemaal zelf uitgeselecteerd. En die staan hier op groepjes per kleur. Overal staan stokjes met de naam en de kleur. En straks, als er wat meer zon en licht is, meestal vanaf begin maart, wordt dit bestoven. Dan krijgt ieder groepje krijgt een eigen penseeltje en wordt alles met de hand met een kastje bestoven. En daardoor zijn de nakomelingen van deze planten zijn ook allemaal dezelfde kleur en hebben dezelfde eigenschappen. Daarna oogsten we het zaad en het gaat in de bewaring. En dan in november wordt dit allemaal weer gezaaid om volgend jaar weer jonge planten te kunnen leveren aan mijn klanten. Oké, okay, mensen denken natuurlijk bij saaien altijd aan het voorjaar. Maar jij zaait ze dus in de herfst eigenlijk? Wij zaaien ze in november direct in de trays. Normaal zou je dit verspenen, eerst laten kiemen en dan verspenen. Ik heb hier ongeveer 1,5 miljoen plantjes staan. Dat ga je niet allemaal verspenen. Dus we zaaien ze met zaadje en al in de tray met een machine. Dus dat betekent dat we ongeveer in een maand tijd kan ik hier alle kassen vol zaaien. Maar dus die kleine plantjes die je daar ziet staan? Ja. Zijn volgend jaar die bloeiende potten waar we net gekeken hebben. Ja. Ongelooflijk snel joh. Maar je zaait ze in de herfst, waar heeft dat mee te maken? Helleborus is een koude kiemer, dus die heeft de kou nodig om te kiemen. En omdat wij machinaal zaaien, moet je het doen voordat hij kiemt. Ja. Want iets met een wortel erin kan je dat machinaal breekt zaaien. Dus wij zaaien net voordat de wortel doorkomt. Ja. Dan gaan ze hier de kas in de kou. Ja. En dan kiemen ze in de tray. Als we dat goed doen, heb ik 80-90% kieming. Ja. Soms gaat het ook wel eens mis. Vorig jaar had ik partijen met 10-20%. Dus ook hier gaat niet alles perfect. Okay. Dit zijn de allermooiste planten die ik in die andere kas tegenkom. Vaak hebben ze een rood labeltje voor mezelf om aan te geven dat ik daar wat mee wil, dat ik daarmee doorga. En die zet ik hier allemaal bij elkaar. En deze de zaailingen die hiervan komen, die gaan volgend jaar weer die kas in. Dit is echt een hele mooie plant dit. Ja, mooi hè? Ook dat rode centrum erin, dat is echt heel mooi. Vooral dat de bloem zo mooi rechtop staat. Ja, hoewel ja. Die voor mij nog niet geel genoeg is. Dus nee. Die moet ik weer kruisen met zeg maar deze die hiernaast staat. Ja. Om zo'n bloem te krijgen en dan die kleur. Ja. Door te kruisen en te veredelen ben je toch bezig om de producten naar je eigen hand te zetten, iets nieuws te creëren. En in die zin ben je de natuur ook wel een beetje aan het manipuleren. Wel zonder kunstgrepen en alleen op de natuurlijke wijze, maar toch maak je er iets anders van
dan dat het was. Ja, dat is heel gaaf. Zeker als ik bedenk waar we 25 jaar geleden begonnen zijn en waar we nu uitgekomen zijn. En ook als ik bedenk wat er allemaal nog meer voor potentie in zo'n plant zit. Want ik zie gewoon nog zoveel meer mooie en speciale dingen. Dat ik nog wel 20 jaar door kan gaan. En nog veel meer kan bereiken, denk ik, in die tijd. Ik vind het leuk om van een gewas meer te maken dan dat het is. Om een voorbeeld te noemen van de kerstroos, de Helleborus niger, worden meer dan 25 miljoen planten op jaarbasis alleen al hier in Nederland en waarschijnlijk nog veel meer verhandeld. Ik denk dat het van Orientalis ook kan. En dat zie ik dan als de uitdaging om iets zo te ontwikkelen. Dat het uitgebreid wordt, dat er meer mensen kunnen genieten van hoe mooi die plant eigenlijk is.